Vandaag in het DWC-nieuws, de nieuwe prins van Ploegersland. Bokselse scouts leggen wereldwijde contacten. En de Star Company neemt een videoclip op tussen de dino's. Albert Heijn, Fresh Mix. Dat is heel veel vers voordeel in de mix. Bij Plus houden we van rijst. Neem nou onze Fairtrade pandanrijst. Een lange korrel met een lichte nootachtige smaak. Heerlijk, maar ook eerlijk. Want de rijstboer in Thailand krijgt er van ons een goede prijs voor. Dat is goed voor de boeren daar en goed voor de boeren hier. Wat is dit dan? Wat zoekt hij nou, joh? Oh, de saus. Waar ken ik hem toch van? Plus, goed eten. Daar houden we van. Welkom bij het DBC Nieuws van woensdag 25 oktober. Het DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Kletsen met scouts over de hele wereld. Tijdens het jaarlijkse evenement Jota Joti legden leden van Scouting Bokstel zaterdag en zondag contact met scouts uit Egypte, Frankrijk en Duitsland. Maar niet alleen chatten met andere verenigingen stond centraal. Er werden ook live radio- en televisieuitzendingen gemaakt. Vanuit blokhut Wiki Up werden allerlei activiteiten gehouden rond het thema communicatie. Dit is de Jota, dat is Jamboree on the Air. En hier maken ze via de radio contact met andere groepen. Nou, het is leuk dat je op een andere manier dan hoe je normaal natuurlijk gewoon met de telefoon belt, kun je contact hebben met andere scouts. Dat is weer anders dan wat ze gewend zijn en dat is leuk. Jullie zijn hier het radiostation. We doen het ieder jaar alleen met de Jotari. Dus tijdens het derde weekend van oktober maken wij radio. En dat doen we gewoon een weekend lang, omdat we het heel leuk vinden. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten wat er Boksel allemaal gebeurt. En met name op het gebied voor de jongeren. Dus ik denk dat het heel goed is dat de gemeenteraad zich ervan in kennis stelt wat hier gebeurt. Dat is eigenlijk gekomen omdat wij eens een keer ook gezegd hebben in de raadsvergadering van dat we te weinig van de verenigingen, sommige verenigingen weten. En daarom zijn we uitgenodigd door de schouting om nou eens uitleg te krijgen van hoeveel leden hebben ze, wat doen ze, waar hebben ze ons voor nodig, waar hebben ze ons helemaal niet voor nodig. Allerlei problemen of problematiek van de schouting die komen dan aan de orde. En dat is alleen maar leuk. Bier, broodjes, worst en Tiroler-kledij. Het was allemaal volop aanwezig tijdens het eerste Oktoberfest in Bokstel bij Eetcafé De Oude Ketting. Maar de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagd Oktoberfest zijn gemoedelijkheid en verbroedering. En hoe kun je dat nou beter bereiken door te luisteren naar de muziek van de Agema van Huisaf Band en zanger Gerlof Trommelen. Zodra wethouder Peter van der Wiel het eerste vat had aangeslagen, barstte het feest dankzij deze artiesten dan ook volop los. Het Oktoberfest Bokstel werd georganiseerd door Luc Hendricks, DJ Mike van Dijk en horecaondernemers William en Riekske van Dinter van de Oude Ketting. De eerste editie werd een groot succes. De organisatie gaat er dan ook van uit dat het Oktoberfest in Bokstel een vervolg krijgt. Schitteren in een echte videoclip. Voor de deelnemers aan het project van de Star Company kwam deze droom vrijdag uit. Bij het Oertijdmuseum in Bokstel vonden de opnames plaats voor de videoclip bij het lied Pak de wereld vast. Voor even waren de kids heuse popsterren. Tussen de vele dino's swingde het er vrijdag op los bij het Oertijdmuseum. Zangeres Inge van den Biggelaar, bekend als Inge, nam plaats tussen de grote Tyrannosaurus rexen, Stegosaurussen en Brachiosaurussen voor de opname van de videoclip Pak de wereld vast. Nou, wij zijn hier een videoclip aan het opnemen, dat klopt inderdaad, voor de Star Company. En dat doen we met een stuk of 15 kinderen. Dit nummer wordt gezongen door kinderen tussen 6 en 15 jaar die lid zijn van de Star Company. Binnen dit project leren ze zingen en acteren en krijgen ze les van dansdocenten. Ook maakt de groep een eigen cd, videoclip en wordt een concert gegeven. Het uptempo nummer Pak de wereld vast werd opgenomen in de studio van platenmaatschappij Apollo 98 van producer Roel Jongenelen. Ja, wat zijn jullie aan het doen, meiden? Kippen brengen van de Star Company.
de clip opnemen van de Star Company. De single wordt begin november uitgebracht. Ook is dan de spetterende videoclip te bewonderen. En de clip zal best indrukwekkend worden, dankzij de danskunsten van de kinderen en de prachtige dino's. Heel hoog in de lucht en pak de wereld vast. Yeah, pak hem vast. Ruim 200 verschillende soorten appels, peren en kweeperen van Brabantse bodem waren zondag te vinden in bezoekerscentrum De Liemse Hert. Tijdens de Dag van het Fruit konden bezoekers niet alleen proeven, maar leerden ze ook meer over de herkomst van verschillende peren en appels. Fruitdeskundige vertelt er van alles over het snoeien van fruitbomen en wat je allemaal met fruit kunt doen. Maar het smullen van vers fruit en streekgerechten bereid met appels en peren uit het groene woud was natuurlijk het meest populair. Eind oktober kleuren de meeste bomen in de mooiste tinten geel, rood, oranje en bruin. En sommige mensen houden van het gekraak en geritsel van verdorde bladeren onder hun voeten. Maar anderen willen deze bladeren het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen. Het is herfst en dat betekent dat we gaan harken, vegen en bladblazen. Maar waar laten we dit afval? Afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Boksel helpt hierbij een stevig handje mee. Tijdens de herfst worden er door de gemeente zo'n 85 grote bladkorven geplaatst. Een rondje door Liemde en Boksel liet zien dat al veel inwoners hier dankbaar gebruik van maken. Zo hebben we de man met de kruiwagen en de hark. De man van de precisie die ook het gemeentegroen voor zijn huis netjes bladvrij maakt. En dan hebben we natuurlijk de man met de bladblazer. En hier is Arie. Arie is de vaste chauffeur die wekelijks alle bladkorven komt legen. Vindt zijn werk leuk? Ik vind het gewoon leuk. Je hebt vrijheid. Hè? Je kunt lekker je eigen werk indelen. En als de bakken eind van de week leeg zijn, is het goed dat iedereen vooruit kan. Het bladafval wordt gecomposteerd in Schijndel. En in het voorjaar mogen onze inwoners gratis compost opkomen halen. De vermissing en het overlijden van Anne Faber heeft op heel Nederland grote indruk gemaakt. Op social media werden de afgelopen week massaal berichten gedeeld met daarin de informatie over hoe je op je smartphone de SOS-functie kunt instellen. WhatsApp lanceerde deze week een nieuwe toepassing waarin je vanaf nu jouw real-time locatiegegevens live kunt delen met jouw WhatsApp-contacten. Is Boksel op de hoogte van deze nieuwe functie en wat vinden onze inwoners hiervan? WhatsApp heeft sinds heel kort een nieuwe functie. Daar kun je de locatie op instellen. En daarmee kun je dus ook iemand volgen. Is dat een functie die jij kent? Nee, voor mij is dat een functie die ik nog niet ken. Nee. Zo werkt het. Wanneer je een chat hebt geopend, klik je op de knop om bijlagen toe te voegen. Naast de huidige locatie kun je hier ook kiezen voor live locatie delen. Daarna kies je met een timer hoe lang je real-time locatie wilt delen. 15 minuten, 1 of 8 uur. Wat vind je van die functie? Ja, het is misschien wel een handige functie. Voor als inderdaad je kind ergens is en naar huis wil fietsen. Dus dat je je kind kan volgen is wel makkelijk. Ik denk wel dat het veiliger is als er iets onderweg gebeurt. Dan weet je in ieder geval dat er iets mis is, dat je weet ook waar het kind is. Denkt u dat die functie de veiligheid van iemand zou kunnen vergroten? Ik heb geen idee. Ik hoor allemaal zo van alles, dus ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik herken het toevallig ook van Snapchat. Die hebben het ook geïntroduceerd al een tijdje geleden. Het is wel leuk, maar dat is dan meer omdat het leuk is en niet per se om een reden of zo dat je per se wil weten waar iemand is. Ja, iemand is, maar voor de verkeerde mensen is dat niet goed. Want ze weten precies waar je bent of hoe ver je van huis bent en ik kan daar even naar binnen toe gaan. Ja, mij lijkt het wel verstandig. Bijvoorbeeld als je dan een keer op stap gaat of zo, dat je dan wel iemand in vertrouwen kan nemen van, kijk, luister, mocht er iets zijn, je weet waar ik ben. Of als je bijvoorbeeld je fiets is kapot, dan kan iemand sneller naar je toe komen. De locatiedeling is, net als je berichten, versleuteld met end-to-end encryptie. Dat betekent dat WhatsApp zelf niet mee kan kijken. Vergroot dit voor jullie nou de veiligheid als je deze functie zou gaan gebruiken?
Ik denk voor mij wel een beetje, maar op zich ook niet heel veel. Ik bedoel, het is maar een fractie voor een seconde of iemand kan je meenemen. Ja, ik denk als je gewoon bijvoorbeeld voordat je naar huis fietst, als het donker is en je zet dat aan, dat het wel een veiliger gevoel geeft als je naar huis fietst. Wij wonen ook best wel achteraf, we moeten best wel een eng stuk fietsen als het donker is. En ik denk wel dat het mij een veiliger gevoel zou geven als dat aanstaat en bijvoorbeeld mijn moeder of mijn vriend zou mij kunnen volgen. Prins Johannes zwaait tijdens het carnavalseizoen de scepter over Ploegersland. Samen met zijn adjudant Arthur zorgt hij ervoor dat het Leutfeest in Liemde goed verloopt. Onder het motto Liemd doet het wel heerst het duo over Ploegersland. En natuurlijk worden ze daarbij aan alle kanten gesteund door hun echtgenotes Ingrid en Margot. Het belooft weer een mooi carnavalseizoen te worden in Liemd. Maar liefst 25.000 euro kostte de renovatie van de Raapakkerbrug tussen de Raaphof en de Burgakker. Maar dan kan deze brug als het goed is weer tientallen jaren mee. Het wegdek op de brug is afgelopen week geheel vernieuwd. De toplaag is nu anti-slip en een stuk stiller voor de buurtbewoners. Dinsdag werd de brug officieel geopend door de wethouder Van Wanrooy, die zeer content is met deze duurzame oplossing. De brug is vanaf maandag al volop in gebruik. We zijn begonnen met de oude slijtlagen te verwijderen. Er zaten een paar oude slijtlagen op de brugdekdelen. Dus die hebben we er helemaal af laten halen. En vervolgens zijn er renovatiedekpanelen op geplaatst. Die zijn erop gemonteerd. En dat zijn geperforeerde aluminiumpanelen. Voorzien van een EPS-laag. Een EPS is een kunststof. Granulaat wat met een lijmemulsie aan elkaar en op de plaat bevestigd is. Goed. Nou ben ik wethouder onder andere van Financiën. De investering die we hier hebben gedaan, daar hoeveel jaar gaan we daar van genieten? Niet alleen de fietsers, maar ook in de portemonnee. Nou, de ervaring met deze panelen, die zijn al 15 jaar goed. De firma die dit product heeft gefabriceerd, die hebben in 2001 hun eerste brug daarmee gerenoveerd. En die brug ligt er nu nog steeds toppie bij. Dus wat dat betreft zitten wij de komende 15 jaar goed. Ja, en? Ja, heerlijk! Ja. Oh, mijn dochter zei je vanmorgen al, die zat op de fietsje. Ze zegt, nou mam, dit is echt veel fijner dan dat je eerst had. Ja. En hier is een makkelijk bruggetje voor te maken, want we zagen Marieke. En Marieke is volgende week de presentator van het DBC Nieuws. Dit was deze uitzending van DBC Nieuws. En woensdag 1 november ziet u mijn collega Marieke. Dan zijn we weer terug. Graag tot dan.